Hallo beste Dorsportleden, welkom bij het circuit van vandaag. We gaan vandaag drie rondes werken. 45 seconden gaan we de oefening uitvoeren en 15 seconden hebben we rust. We hebben vandaag nodig 2 flesjes water. En eventueel een matje als je die thuis hebt. Je kan ook als tip eventueel een handdoek gebruiken. We beginnen straks met de eerste oefening. Pak de waterflesjes. Die hou je boven de schouders. Ellebogen wijzen naar buiten. Je maakt daarbij een squat. En brengt de flesjes boven het hoofd. Ja? Dus een squat maken. Boven het hoofd. Dat gaan we 45 seconden doen. In de tussentijd dat jullie rust hebben, ga ik de volgende oefening uitleggen. Zijn jullie klaar voor? Start! Als je natuurlijk voor jezelf wat zwaarder wil maken, pak je wat zwaardere flessen. Dus bijvoorbeeld met 1 liter erin. Knieën lekker hoog. Vol. Blijf goed ademen. Go. 15 seconden nog. Wat je doet, ellebogen naar het plafond, 1 voet voor, 1 voet achter, je strekt je armen uit en weer terug. Ellebogen, smal langs het hoofd. Ja, start! Helemaal uitstrekken, rustig terug. Hou vol. 15 seconden nog, kom. Hou die rug recht, blijf naar voren kijken. Goed blijven ademen. En rust. Volgende oefening gaan we op de grond. Pak je matje, of eventueel je handdoek. Wat je doet, je gaat op je buik liggen, alle 2 flesjes weer mee. Strek je armen en maak de zwembeweging. Gaat weer rustig terug. Op, zwembeweging, terug. En starten, doe maar. Spanning op de rug houden. Ga nog 5 seconden werken. Kom op. En rust. Volgende oefening. Je kan je matje gewoon laten liggen. Daar even zo om. Ik denk dat jullie deze al wel kennen. Voeten in de rug. Of in de grond.
flessen gaan bij de heupen. Op. Rustig terug, net boven de grond. En weer uittrekken. 2 seconden vasthouden. Rustig terug. En starten. Hou vol. Blijf ademen. Maar dat je die billen aanspant. Oké, en rust. Laatste oefening, ook weer op het matje. Voor de buikspieren. Flessen hou je hier. Voeten mogen eventueel omhoog. Als het te moeilijk is, doe je ze naar beneden. Rug recht houden. Blijf rustig naar voren kijken. Ga ze om en om naar de zijkant brengen. Yes, jullie mogen starten. Hou die spanning op de buikspieren. Rug is recht. Op. Drie, twee, één, rust. Goed gedaan. Dit was de eerste ronde. Zijn jullie al klaar voor de tweede ronde? Nog heel even 20 seconden rust. En dan gaan we door met de tweede ronde. Weet u de eerste oefening nog? Dat was de squat over het press. Dus je hebt straks weer deze nodig. 5 seconden. Flesjes boven de schouders. Gaan we weer. Op. Omhoog. Kom op, hou vol. 20 seconden gaan we nog werken. Oké, rust. Volgende oefening was die kniehef. Breng die armen naar de knieën toe en om en om. 5 seconden. Ja, start. Wil je het wat zwaarder voor jezelf maken? Iets sneller. Kom, blijf goed ademen. 10 seconden nog. Drie, twee, één, rust. Volgende oefening was weer de tricep extension. Ellebogen wijzen naar het plafond. Armen vlak langs het hoofd. Drie, twee, één, start. Goed uitstrekken, rustig terug. Go. 15 seconden werken. Houd vol. Oké, en rust. Volgende oefening was de parachute. Leg me nu even vanaf deze kant uit. Wat je doet. Omhoog met de rug. Maak de
een zwembeweging. Laat rustig terug. Op. En terug. Yes, starten. Is het te zwaar? Gebruik je alleen je rug omhoog. Maak het wat moeilijker. Benen meenemen. Drie, twee, één. En weer rust. Volgende oefening. Kom maar eens wat liggen op de rug. Flessen bij de heupen. Voeten in de grond, belangrijk. Dan breng je heup omhoog. En weer rustig terug. Yes, starten. Zo hoog mogelijk als je kan. Hop. Omhoog. En terug. Probeer als je kracht levert uit te blazen. En rustig in. Uit. En rustig in. 10 seconden. Oké, rust. Laatste oefening voor de buikspieren. We hebben de tweede ronde alweer gehad. Voeten mogen even omhoog, maar ook op de grond als het wat zwaar is. Rug recht houden. Om en om. Ja, starten. Blijf goed naar voren kijken. Denk eraan dat je rug recht is. Kom op. Twintig seconden nog. Tien seconden. Kom, hou vol. En rust. Tweede ronde alweer gehad. Nog één ronde te gaan. Even rustig, 20 seconden rust. Beginnen we straks weer met de squat. En boven het hoofd, ja? Oké, klaar? Ja, starten! Hop. Laatste ronde, geef nog even alles. We zijn bijna klaar. Als je denkt, ik ben nog niet moe, doe er nog wat rondes bovenop. Dat is natuurlijk aan jullie. Kom op, hou vol. Rust. Volgende. Knie even. Drie. Twee. Eén. En start. Hop. Hop. Knie moet net iets hoger dan de heupen. Wat moeilijker. Ga wat sneller. Kom. Tien seconden nog. En rust. Volgende oefening was voor de tricep extension.
5 seconden nog. Ja, starten. Strek uit. Rustig terug. Strek uit. Rustig terug. Hou het vol. Go. En rust. We gaan weer over naar de grond. Let op. Op. Eerst op de buik. Oefening voor de onderrug. 10 seconden. Ja, starten. Hop, omhoog. En zwem. Hop, spanning op de grond. Yes. Lekker bezig hoor. Ik zweet zelfs. Hop. Kom op, hou nog even vol. Oké, 3, 2, 1 en start. Hop. Omhoog. Terug. Zo ver als je kan. Zijn er bijna. Spieren hebben het voor vandaag gehad. Wrist en twist om en om flesjes naar de zijkant te brengen. 3, 2, 1. Yes, let's go. Hop, 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 hop. Nog even een schepje bovenop als je kan. Als je nog energie over hebt. Rug is recht, belangrijk. Blijf naar voren kijken. Laatste 20 seconden. Gedaan. En tot de volgende keer. En ik hoop jullie heel snel hier weer te zien. Fijne dag!